Gisteren won Feyenoord van Ajax en er was weer gedoe rondom de One Love aanvoerdersband. Genoeg te bespreken, dus hoog tijd voor... Onze vaste sportdirecteur Diederik Smit. Ja, Diederik, Feyenoord lijkt kampioen te gaan worden, want ze wonnen gisteren van Ajax in de Arena. Had je dat verwacht? Nou, ergens wel, want Feyenoord is in vorm. Donderdag hadden ze al in de Europa League gewonnen met 7-1 van het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Grote overwinning. Dat zelfs Vladimir Poetin zei van, is het nou nodig om die Oekraïners zo te vernederen? Zeker als je 3 dagen later die belangrijke wedstrijd moet spelen tegen Ajax. Ja, hij heeft echt verstand van voetbal, hè? Ja. 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 Maar Feyenoord is dus lekker bezig. Waren ze gisteren ook zo goed? Ja, Feyenoord was gewoon beter. En dat was ook niet zo heel moeilijk, want Feyenoord speelde goed. En Ajax speelde zo. Via Bessie op te bouwen. En bij Bessie gaat het in die opbouw eigenlijk van kwaad tot nergens. Ja, het is zeg maar niet hun jaar. Nee. En misschien leuk om te vertellen, dit is Kelvin Bessie. Dat is de op 1 na duurste speler van Ajax ooit. Dat is niet Bessie. Volgens mij wel, hoor. Nee, oké, laat maar. Maar Feyenoord won dus in Amsterdam. En dat was alweer even geleden, begreep ik. Ja, hiervoor was de laatste keer dat Feyenoord bij Ajax won bijna 18 jaar geleden, in 2005. We kunnen dat nog even laten zien. Het commentaar is van de legendarische Ron de Rijk, inmiddels overleden. Dat zegt ook al iets. En er zijn meer dingen waaraan je kunt zien dat het een andere tijd was. Het ongenoegen groeit in Amsterdam. Men beseft dat een nederlaag tegen Feyenoord, tegen de aartsvijand, aanstaande is. Sneijder geblesseerd. Ja, dit was in de tijd dat je Wesley Sneijder nog kon optillen. Zo lang geleden was het. Dat is niet te geloven, joh. Ja. En zag ik nou ook reclame voor DVD-spelers? Kunnen we nog een keertje zien ergens? Even kijken. Ja, hier, kijk. Rechts naast het doel. DVD-spelers. Ja. Inderdaad. Ook wel gek om reclame te maken met alleen het woord DVD-spelers. Ja. Dus het is gewoon reclame voor DVD-spelers in het algemeen. Ja. Ja, precies. Heeft u een DVD? Wilt u hem afspelen? Denk dan eens aan DVD-spelers. Maar ja, dit was gewoon een heel andere tijd. Ja. We kunnen ook even kijken naar Studio Voetbal van die avond. En dan zie je ook dat alles op tv nog veel langzamer ging dan nu. Jij wil nog iets laten zien? Nou ja, nee, we hadden het ook... Nou, dan moet er een foto zijn. Nee hoor, kijk maar. Huh? Wat heb je? Wat laat je zien? Nou, laat maar zien. Ik weet het niet. Ja, ze hebben daar geloof ik. Kijk, wat hebben ze... Wat ga je doen? Ajax, Feyenoord. Ja, kijk. Oh, ik moet hier, geloof ik. Ja. Nou, dit was de opstelling van Feyenoord. Studio Voetbal duurde toen nog 5 uur. Ja. Het is bijna alsof ik naar experimenteel theater zit te kijken. Ja. En dat het experiment dan niet zo goed gelukt is. Ja. Maar nou ja, omdat het dus zo lang geleden was, waren ze bij Feyenoord extra blij met die overwinning. En de trainer van Feyenoord, Arne Slot, was na afloop tevreden. Ja, geweldige overwinning om te winnen tegen je concurrent in hun stadion. Dat is natuurlijk blijdschap, zou ik willen zeggen. Ik vind hem nog vrij rustig. Ja, maar dat is de coach en dit is de stad. En voor de duidelijkheid, dit is niet Garkov, maar Rotterdam. En even later werd de spelersbus van Feyenoord daar opgewacht door de supporters. Shit, dit is een soort kruising tussen 1 januari, 5 mei en 11 september. Ja, absoluut. Er stond daar ook nog een bord langs de kant van de weg. Er stond, kom jij in 2025 met je busje nog de stad in? Maar dat is eigenlijk dus nu al een probleem. Ja, en dan was er ook nog iets met de aanvoerdersband. Ja, de KNVB die had dit weekend weer zo'n actie tegen racisme en discriminatie. En daarvoor moesten alle aanvoerders de One Love aanvoerdersband dragen. In oktober was er ook zo'n actie. Ja, en toen wilde de aanvoerder van Feyenoord wilde hem niet dragen. Klopt. Ja. Orkun Kökçü wilde geen uithangbord zijn van de LHBTI-beweging vanwege zijn geloof. En nu droeg hij hem weer niet. En de aanvoerder van Ajax die deed ook een beetje moeilijk. Links Dusan Tadic, aanvoerder van Ajax, draagt de band wel. Maar heeft stiekem een andere aanvoerdersband eroverheen gedaan. En Kökçü die heeft gewoon de normale aanvoerdersband van Feyenoord om. En waarom ligt dit zo gevoelig? Ja, daar kan ik heel veel over gaan zeggen. Maar dat kan Kökçü zelf vele malen niet beter, maar wel eerder. Iedereen mag een mening hebben. En zo mag ik dat ook. En mijn mening, die heb ik vaker nog proberen uit te leggen. En daar verwacht ik wel
nu na zo lang wel een beetje respect voor heb. Hij heeft zijn mening al heel vaak uitgelegd en daarom wil hij er nu respect voor. Wat is dat voor onzin? Ja, en ik herken wel iets van mezelf in hem. Ik hou ook vaak vast aan mijn mening. Maar het is niet zo dat als je een mening maar lang genoeg hebt, dat je er dan respect voor krijgt. Nee, ik moet meteen ook denken aan Ich bin wie du. Ja, dat moeten we misschien even uitleggen. Ik roep al 5 jaar dat Ich bin wie du een heel goed nummer is. Ja, elke ochtend op de redactie. Ja. En, nou, het is dus niet zo dat daar inmiddels respect voor is. Nee, is absoluut, absoluut niet zelfs. Nee. Het is wel echt een heel goed nummer trouwens. Nee. Maar misschien toch heel even luisteren? Nee, gaan we niet. Nee. Dit is toch geweldig? Nee, dat is niet geweldig. Nou goed, nee. Maar het gekke is dus dat het bij Kukçu wel zo werkt. Want hij krijgt inderdaad respect voor het weigeren van die One Love Band. Ja. Ik blijf het ongelooflijk volwassen vinden hoe hij zich ook op deze manier als 22-jarige presenteert. Hè? Doe het maar even, al dit gedoe. Ja, 22 en nu al homofoob, ga er maar aan staan. Ja, ik bedoel, zijn leeftijd, dat is natuurlijk helemaal niet relevant. Want je hebt ook dit soort mensen. Ik ben er wel trots op dat ik hem mag dragen, ja. Ik vind het wel cool, want ik vind dat iedereen mag zijn zoals hij is. En dat hij zich ook zo mag uiten. En ik denk dat dat bij voetbal prima kan. Kijk, dat is toch... Deze jongen is dus 2 keer zo jong als Kukçu, presenteert zich ook goed, maar dan met een normale mening. Maar kan hij ook voetballen? Nou, beter dan Bessie, denk ik. Okay. Goed, dan hadden we ook nog de aanvoerder van Excelsior. Die wilde die band ook niet dragen. Klopt, Redouan El Yaqoubi wilde de band niet dragen. Vlak voor Excelsior Cambuur zouden alle spelers een One Love spandoek laten zien tegen discriminatie. Daar wilde hij ook niet bij staan. Hier, hij maakte hier eerst zijn veters los, zodat hij zijn veters kan gaan strikken. Zodat hij niet bij een spandoek tegen discriminatie hoeft te gaan staan. Zijn ploeggenoot Marouane Azarkan, die wilde er ook niet bij staan. Die komt hier helemaal rechts. Die komt er tenminste nog een beetje voor uit. Dat hij voor discriminatie is. Maar El Yaqoubi, die strikt zijn veters in onschuld. En dat is natuurlijk nog laffer. Ja. Ik was trouwens ook wel een beetje afgeleid door die ambulancebroeder in een berenpak. Hier, kijk, helemaal links. Oh, ja. Waarom staat daar een ambulancebroeder in een berenpak? Ja, of een beer in een ambulancebroederpak. Maar... Het is sowieso heftig als dit degene is die je dan gaat helpen. Ja. Dus moet je voorstellen, je bent bewusteloos, je komt bij... en het eerste wat je ziet is dit. Dan val je meteen weer flauw. Ja. Maar goed, het is een ambulancebroeder in een berenpak... en dat is misschien dus onhandig. Maar het is wel een ambulancebroeder in een berenpak... die stelling durft te nemen tegen racisme en discriminatie. En dat geldt dus niet voor Redouan El Yaqoubi en Marouane Azarkan. Terwijl El Yaqoubi is de aanvoerder van Excelsior. En Excelsior heeft gewoon dat One Love statement van de KNVB ondertekend. Hier, dat is dit statement. Ik geef toe, het ziet er niet uit. Nee, het is meer een soort placemat voor een paasontbijt. Het is absoluut verschrikkelijk, maar inhoudelijk staat er niks geks. Want er staat namelijk, wij zijn tegen racisme en alle vormen van discriminatie in de samenleving. En dat ging de aanvoerders van Excelsior en Feyenoord dus een beetje te ver. Maar moet een trainer niet dan gewoon zeggen, hé, dan ben jij vandaag geen aanvoerder? Nou, dat is dus waar het misgaat, want de trainers die willen hun vingers er niet aan branden. Dit zei de trainer van Excelsior, Marinus Dijkhuizen, na afloop. Nou ja, ik heb me daar wel deze week buiten gelaten, zoveel mogelijk. Omdat ik het vind iets voor de directie in de club. En ik volg daar de directie in de club uiteraard in. Dus zeker het focus op de ploeg. Maar dat is inderdaad van tevoren doorgesproken. En dan loopt dat anders. En dan... Dat is toch een vervelend smetje op deze wedstrijd, eerlijk gezegd. Ja, en dit is dus precies waarom die campagnes telkens mislukken. Dit is de trainer die zegt, ik heb me niet met de campagne bemoeid... want dat is iets voor de directie en de club. Maar hij is de trainer, hij is de club. En de aanvoerder is ook de club. Dus als zo'n club zo'n placemat ondertekent tegen discriminatie... en ze menen dat, dan heb je dus een aanvoerder nodig... die dat ook kan uitdragen, anders heeft het geen enkele zin. Maar... Je zou ook kunnen zeggen, de club heeft het als organisatie ondertekend... dus de club staat wel zelf voor die boodschap. Jawel, maar dat heeft geen impact. Niemand is geïnteresseerd in de mening van de organisatie Excelsior. Er zijn geen jongetjes van 7 met een poster boven hun bed... van de algemeen directeur van Excelsior. Nee. En als ze er zijn, moeten ze meteen in therapie. Absoluut. Ja. Dus de enige mensen van een voetbalclub waar fans in geïnteresseerd zijn... dat zijn de spelers. Dus als een club echt impact wil hebben met een boodschap... dan kan dat alleen maar via de spelers. Dus dan ontkom je er niet aan dat je je aanvoerder ook beoordeelt... op niet-voetbaltechnische aspecten, namelijk...
kan hij de waarde van onze club uitdragen. Ja, durft hij zijn nek uit te steken met de gewaagde mening... ik ben tegen discriminatie. Precies. Ja. Want nu maken ze dus de denkfout... dat voetballers zich alleen maar hoeven te richten op het voetbal... en dat je ze niet mag belasten met maatschappelijke discussies. Maar dat zal dus altijd leiden tot campagnes die averechts werken. Want dit beeld zegt alles. Dit beeld geeft de glasheldere boodschap... als je profvoetballer bent en je zit in de kast... blijf vooral in de kast, want je krijgt veel over je heen. En de aanvoerder van Excelsior zal je niet steunen. En de aanvoerder van Feyenoord zal je niet steunen. En je hoort er uiteindelijk gewoon niet bij. En zolang we die aanvoerders en die spelers niet als echte mensen behandelen... aan wie je bepaalde minimale eisen mag stellen... dan zal de voetbalwereld altijd blijven hangen in 2005... het jaar van DVD-spelers en James Blunt. Ja. Moeten we het ook nog even over de wedstrijd hebben? Nou, Excelsior won die wedstrijd dus met 4-1. Oh, en Feyenoord won dus ook al. Dus voor je karma maakt het kennelijk niet uit. Nee, en ze zeggen God straft meteen, maar Allah beloont meteen, kennelijk. Ja. Nou, dat geeft allemaal weinig hoop, Diederik. Nee, nou ja, ik heb daar ook wel over nagedacht, inderdaad. Van, kunnen we dat hoopvolle nou nog een beetje laten zien? En dat is natuurlijk het hoopvolle. Al die aanvoerders die wel gezien wilden worden met die One Love Band. Ik heb ze even op een rijtje gezet. Met een sfeermuziekje en deze beelden geven toch nog iets van hoop... dat de voetballerij ooit een plek wordt voor iedereen. Ja. Ja. Ik vind het dus echt fantastisch. En dat zeg ik niet alleen vanwege het nummer. Ja. Maar het is wel echt een heel goed nummer. Ja, oké. Het is goed met je. Dankjewel, Diederik Smit. En tot zover. Rozen verwelken, scooters gaan hard. Kijk de uitzending terug op NPO Start. Mooi, toch? Prachtig. Sowieso alles van Gorter. Prachtig.